Nice. Mensen, het is een beetje een rare intro. Ik wil jullie even zeggen, allemaal bedankt voor het abonneren. Het gaat echt heel goed. We hebben bijna de 100.000 abonnees of 300 over, dus ga allemaal even abonneren. Laat ook een like achter en vergeet ook niet te reageren, want we lezen alles mee. En ik was even vergeten om te melden, de trainingspak die ik aan heb is van Abu Safia. Het is super goede kleding, goede stof, alles. Dus check dat ook uit, het staat in de beschrijving. En geniet van de aflevering. Ja. Je hebt zelf gewoon in Mokromafia gespeeld? Klopt. Laten we eerlijk zijn, je bent er nu uit, waarom? Ik had ruzie met Ahmed Akabi, man. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Bilal Chicken. Vandaag hebben we niemand minder dan Bilal Wahi. Bilal heeft in vele films gespeeld. Jullie kunnen hem kennen van de film De Libi, Fissa, Brugklas of Mokromafia. Sinds kort brengt Bilal ook muziek uit. Zijn eerste videoclip gaat keihard. Vandaag gaan we het hebben over alles wat jullie willen weten van Bilal. Hey! Hoe is het, man? Gaat lekker, alhamdulillah. Leven, chillen. Wat wil je nog meer? Hoe gaat de Ramadan? Ook goed, man. Alhamdulillah. Gewoon een beetje, wat met mij is het, wordt een beetje chagrijnig soms, man. Dat is het enige, man. Ik moet niet te vergeten, broer. Moet je niet te ver gaan met dingetjes. Met over de streep. Ik moet gewoon kleine onderlinge dingetjes met mijn vriendin. Je weet toch, met mijn Matisse en zo. Maar is normaal. En na de Ramadan ben ik weer de leukste van de buurt. Nou, wat is de reden dat je dit jaar gewoon wel alles wilt gaan doen? Heb je daar een reden voor? Ten eerste, ik heb gewoon niks te doen. Waarom lach je, broer? Bro, je weet wat ik bedoel, het gaat makkelijker nu, snap je? Dus ik zou het altijd gewoon doen. Hij lacht me uit, deze gelekkel. Nee, bro, je hebt niks te doen. Het is corona, broer. Dus ik zit gewoon thuis. Dus ik heb... Het is ook gewoon van... Kijk, vroeger waren we een beetje jong. Er zijn nu geen smoesjes meer. Je weet toch? Waarom zou je het nu niet meer doen? Je weet toch? Dus ik doe gewoon mee. Ten tweede gewoon... Het is gewoon de mooiste maand van het jaar, man, broer. Als je gewoon... Wat gewoon fuck op is dat de moskee gewoon dicht is. Dat je geen tarawih nu kan bidden en zo. Dus die samenkomst... Met al die mensen die... gezellig, toch? Ja, dat is meestal gewoon gezellig. Ja. Dat je daarna een koffietje gaat doen in een cafeetje met iedereen. Je weet toch? Dat mis ik wel. Maar het is wel, ja... Ik heb het gewoon sinds kleins af aan meegekregen. Dus het is ook eigenlijk niet... anders of zo. Het is gewoon normaal voor mij om dit te doen. Ja. Voor mijn vriendin is het wel raar. Denk van, vorig jaar, ik heb daar vorig jaar leren kennen. Ook precies in de Ramadan een beetje. Deed ze ook mee. Maar ze gelooft nergens in, toch? Dus het is voor haar anders dan voor mij. Dus maar ze vond het wel heel leuk om te doen. Zij ziet het weer als reiniging van de lichaam, toch? En het is ook zo. Dus ja, dat is goed voor iedereen. Ja, man. Ben je gelukkig op dit moment? Alhamdulillah, ja, man. Ik denk dat het ware geluk komt van iedereen accepteren. En ook hopen dat iedereen jou accepteert. En ware geluk komt gewoon in dingen doen die je gewoon leuk vindt. Je weet toch, doe iets waar je leuk... Ook al ben je er niet goed in, bro... Blijf er hard in werken. Kijk, ik ga niet voor je liegen als je 40 bent en je wilt echt rapper zijn of zo. Je weet toch, niet doen. Je weet toch, kijk, je moet wel reëel blijven. Je weet toch? Of dat is gewoon iets. Je weet toch? Maar doe gewoon echt dingen waar je leuk... Je moet ook B hebben, een plan B, een plan C. Ja, wat lang. Nee, ik ben goed toch, wil je het zeggen? Ja toch, ja, nee, ja man. Ja, dat is gewoon dat ding, man. Het is geen snel dat die mensen die nu 40 zijn, die rappers zijn, want er zijn er genoeg. Maar die zijn al sinds kleins af aan begonnen, toch? De meeste. Ken je één rapper die is begonnen op zijn 40ste, broer? Deze man kent sowieso wel iemand. Nee, helemaal niemand. Niemand? Op zijn 40ste. In Amerika ook niet? Nee, maar volgens mij ook niet. Nee, toch? Nee, is raar, broer. Het is een young man's job. Het is een young man's job, ja man. En als je, ja man, dat is het ding, man. Als je aan Jay-Z bent of zo. Die kan nog soms een poekoetje uitdroppen als hij dat. Ik weet niet eens of die dingen dropt. Ik ben niet echt met dat soort rappers. Maar ja, love naar hem ook. En naar zijn vrouwtje. Maar even terug naar het begin. Hè. Je bent begonnen met muziek. En hoe kwam dat eigenlijk van start? Dat deed ik eigenlijk al lang, man. Dat komt eigenlijk door Monsif, een goede vriend van mij. Ik zat vaak mee in de studio met hem. En op een gegeven moment, hij maakte muziek en zo. En dat was leuk en dan ging ik vaak freestylen. En ik was toen niet goed, maar je hoorde wel. Ik was eigenlijk operazanger vroeger, man, broer. Zo noemden de boys mij. Want ik kon hele hoog en dan weer een laag en dan weer een hoog. Maar niet echt in een lijn, dus niet gestructureerd. Je weet toch, dus niet. En daar moest aan gewerkt worden. En toen was er een producer, Benny.
En die zei me altijd al van, hey bro, met jou ga ik gewoon gek gaan, man, binnenkort, man. We moeten gewoon, ga je stem trainen, ga minimaal 2 uur per dag gewoon zingen thuis. Gewoon schrijven wanneer je moeder niet thuis is, ga zingen voor de spiegel, pap, 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 hou die tonen goed vast. En dat deed ik, man. En op een gegeven moment waren we, zagen we elkaar 2 jaar niet, en toen toch weer wel. En toen zei hij, ja, man, it's time, Niffo. En dat was ongeveer, wat ik ook eigenlijk vroeger wilde. Ik wilde vroeger meer zanger worden dan acteur. Maar op het een kwam het ander. En op een gegeven moment kwam ik in het straatje van acteren. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga met deze acterings ga ik gewoon een fanbase willen creëren, hopelijk. En die fans gaan sowieso naar mijn muziek luisteren, je weet toch? Dus het was ook een beetje slim gedaan, maar uiteindelijk heb ik het acteren toch wel leuker gevonden dan wat ik dacht. Dat is ziek, man. Dus dit is ook gewoon wat je dacht toen je jong was. Ja, wat strategie in mijn hoofd, man, bro. Het is ook gewoon gelukt. Het is ook gewoon gelukt. Ja, maar als je ergens in gelooft, dan lukt het wel, man. Maar het moet je ook eerlijk zeggen, met meerdere factoren, man. Mensen moeten je gunnen, mensen moeten in je geloven, je weet toch. Ik had eigenlijk sinds kleins af aan, had ik dat al. Dat mensen mij gunnen en zo. Je weet toch, ik had altijd brede glimlach, ik kom binnen. Je weet toch, je gaat mij niet echt vergeten als je naar huis gaat of zo. Ja, maar in een positieve manier, je weet toch. Je hebt sommige mensen in een negatieve manier. En sommige mensen zijn positief. Ik denk dat ik wel die positieve ben. Ik heb ook mijn slechte dagen, hoor, daar niet van. Man, ik vind niet dat ik moet veranderen nu omdat ik zogenaamd een voorbeeldfunctie ben. No, maar leer mij gewoon kennen en uiteindelijk mag je zelf beslissen of ik... Het klinkt heel raar, maar jouw voorbeeld ben of niet. Want mensen zeggen steeds je bent een voorbeeldfunctie. Ik vind dat niet echt zo, man. Waarom niet? Ik doe gewoon mijn ding, man, bro. Ik maak fucking veel fouten elke dag nog steeds. Je weet toch? Dus ik vind het te hoog gegrepen om te zeggen dat ik een voorbeeldfunctie heb. Je weet toch? Ik heb veel volgers. Dat betekent niet dat ik een voor... Ja, man, ik weet niet, man. 6ix9ine heeft ook veel volgers, maar dat betekent niet dat hij een voorbeeldfunctie is. Je weet toch? Ik zeg niet dat je mij echt niet moet nadoen, man. Dat verre van, man. Maar doe je eigen ding. Als je een filmliefhebber bent, kan je soms naar mijn films kijken. Je weet toch? Kan je mijn muziek... Als je mijn muziek tof vindt, kijk mijn muziek. Vind je mijn karakter tof? Als je die alle drie tof vindt, dan misschien ben ik je voorbeeld. Ik weet niet, man. Maar besef wel. Je moet één ding gewoon beseffen. Die leven van Instagram is niet echt, man, broer. Dat is gewoon... Je wilt het leukste van jezelf laten zien, toch? Dat is normaal. Dat is... Ja, man. Ik denk ook dat je bedoelt dat mensen wel een voorbeeld aan kunnen nemen, maar in jouw avontuur. Dus dat je van juist, precies dat. Een acteur bent geworden, maar als juist. Persoon... Je kent mij niet, je weet toch? Ja, maar ik wil mezelf nu niet in een slecht dagbeeld. Ik ben gewoon een goede jongen, daar niet van. Maar ik probeer meer te zeggen bij andere mensen. Je weet toch van, hé, bij andere influencers en zo, van, je kent hun niet persoonlijk. Dus Instagram is niet echt dat ding waar je... Ik heb dat zelf meegemaakt met rappers die ik aanbidde vroeger. Je weet toch, toen was ik echt klein. Dat ik een. Ik ga geen namen noemen, maar. Als ik heel fan van één rapper, was ik echt fan. Je weet toch, op een gegeven moment zag ik hem in het echt, bro. En weet je wat voor ego die gast had, bro? Mijn hele droom was in elkaar geslagen. Zo van, hé, deze man is hard, man. Wanneer ik hem ga zien, bro. Bro, wat lijp, bro. We gaan viben, we gaan alles. Ik kwam hem tegen en ik was toen al een beetje bekend, laat me het zo zeggen. En toen was het een hele andere gast die ik eigenlijk voor ogen had in mijn dromen altijd, je weet toch. Want hem wilde ik altijd worden. En dat is wel, ja man, dat is, tenminste niet hem wilde ik altijd worden, maar dat is wel... Het is een grote teleurstelling, man. Het is een hele grote teleurstelling, man, bro. Dus daarom probeer ik te zeggen van, ik heb dat meegemaakt, ik hoop niet dat jullie dat... Ik heb bijvoorbeeld, ik kan door iemand zijn dag gewoon verpesten. Stel je voor dat ik chagrijnig ben vandaag en iemand ziet mij op straat en wil een foto maken, kan ik zijn dag gewoon hebben verpest. En misschien niet zijn dag, maar gewoon zijn hele droom of zo. Je weet toch? Dus daar... Dat is lijf, hè? Ja, man. Dat dus is... door dat mee te maken, ga je daar eigenlijk meer rekening mee houden. Ja, man. Ja, man. Precies dat. Wat ik me afvraag, hè. Mm-hmm. Je wilt doorgaan acteren, toch? Ja, tuurlijk. Je hebt de Mokromafia gespeeld. Dat is een van de grootste series. Je hebt in een van de grootste films ook gespeeld. Eigenlijk heb je al bereikt wat je kan bereiken. In Nederland. In Nederland. Ja. Zijn er nog ambities voor in het buitenland? Ja, sowieso. Wat mijn ambities eigenlijk zijn. Ik heb nu heel veel. Ik ben die shootingstar geworden van Berlijn, toch? Dus toen moest ik naar Berlijn. Die thanks, man, bro. Kijk, toen heb ik heel veel self-tapes gekregen voor het buitenland. Kreeg ik allemaal dingen voor Gossip Girls. En kreeg ik allemaal audities voor dat. Vond het wel gaande, ik zeg je eerlijk. Alleen, ik heb eentje gedaan en die wil ik wel echt pakken, inshallah. Als ik die pak, bro, dan hoef ik muziek ook niet meer te doen voor het geld, denk ik. Maar als ik hem pak, je weet toch? Dus dat is iets waarvan ik denk van... Kan je dat weer vertellen?
Nee, man. Daar kan ik helemaal niks op. Het is een grote film in het buitenland. Ja, het is een hele grote film in het buitenland. Maar ik heb mijn best gedaan en door die corona is alles stilgelegd. Dus we moeten gewoon wachten, man. Neem je een voorbeeld aan Marwan Kenzari op dat gebied? Weet je wat met Marwan Kenzari is, bro? Ik wil niet slecht over hem praten, hoor. Ik vind hem een hele chille gast. En hij is ook, ik ken hem niet echt persoonlijk, hoor. Maar hij is heel anders dan ik. Je weet toch, ik heb meer voorbeeld aan mensen die een beetje hetzelfde zijn zoals ik. Je weet toch, die man is een beetje uit verhalen dat ik hoor, autistisch. Weet je, je weet toch, dus als ik hem nu zie in een Disney film Aladdin of zo, dan denk ik, ja man, je hebt respect. Ik kan je alleen maar respect geven, maar mijn voorbeeld, ik ben niet, ja, je bent niet mijn voorbeeld of zo. Je weet toch, dan heb ik meer andere mensen zoals een Will Smith. Je weet toch, die zijn helemaal, je weet toch, extrovert en hij is een beetje introvert. En met introverte mensen kan ik niet echt viben, man. Ik zeg je eerlijk, man. Maar dat zie je ook. Hij doet geen interviews. Nee, man. En als hij een interview geeft, is het... je weet toch, bro. Ik heb respect voor je, man. Maar als je dit ziet, je weet toch. Maar ja, bro, ik heb pampang met dat soort dingen. Je weet toch. Het is gewoon niet mijn... Mijn. Ik zou ook nooit een mattie van mij kunnen worden. Terwijl ik wel respect voor hem heb. Dus ik geef hem altijd wel respect. Soms zie ik hem ook langs fietsen, broer. Kijkt hij me gewoon aan, rijdt hij gewoon verder. Gewoon, je weet toch? Nee, groet niet. Terwijl ik net dit wil doen. Je weet toch? Je weet toch? Dan komen we het op een gegeven moment ook. Je weet toch? Lusu van mij, broer. Maar je hebt zelf gewoon in Mokromafia gespeeld. Klopt. Laten we eerlijk zijn. Je bent er nu uit. Waarom? Ik had ruzie met Ahmed Akabi, man. Ja, man. Nee, man, bro. Soms eindigt je verhaallijn, bro. Oh, nee, had geen ruzie. Nee, man, bro. Ik ben goed met Achie, man. Ik ben goed met iedereen, man, bro. Ja, niet op sensatie te starten, zo, maar begrijp je het ergens dat jij eruit moet? Waarom ik eruit moet? Je bent een groot personage. Ja, ik begrijp... hoe moet ik dat goed verwoorden? Ik wilde weer een grapje maken, maar ik dacht, nou, laat me het gewoon scotten. Nee, kijk, weet je wat is gewoon, bro? Je bent een acteur, toch? Dus als je een serie speelt, dan heb je... bij ons heb je 6 hoofdrolspelers, 6 hoofdlijnen. Ik ben daar één van. En op een gegeven moment gaat er in die 6 iemand dood moeten. Dat is normaal. Nu zijn het er 2, als het goed is. Dus Muis en ik. Het is gewoon een klapper in de laatste aflevering, snap je? We hebben er heel veel mensen boos mee gemaakt, maar ik denk ook dat het juist goed is geweest. Ja, ook dat Muis eruit is? Voor het verhaal, zeg ik heel eerlijk, kan het goed uitlopen. Weet je wat is, bro? Je ziet gewoon dat de jongen heel snel heel hoog wordt en binnen no time dood kan gaan. Dus wij willen ook gewoon uitleggen aan de jonge kindertjes. Kijk, Kajan. We willen ook gewoon uitleggen aan de kinderen die nu gewoon een beetje in de puberteit zitten en zo. Van, criminaliteit is leuk. Je ziet het voor 2 seizoenen. En na 2 seizoenen kan het bam, loesoe zijn. Je weet toch? Je kan doekoe maken, je kan alles. Dus het is, je hebt meerdere gedachtes. Mm-hmm. Als kijker zou ik denken, je kan... Je weet toch? Vakka met jullie. Jullie maken nu met 2, laten we zeggen, met 2 hardste personages. Muis is echt was echt de serie. Je weet toch? Dat was echt Mokromafia. Ja, dat vind ik, dat snap ik. Dat is normaal. Jammer, man. Maar even tussendoor, wat is nu de planning? Dan sluiten we nu af en dan gaan we zo weer verder. De planning van nu? Voor de vandaag? Ja. Oh, ik wilde weer verder gaan naar films en zo alles. De planning van vandaag is, wij gaan zo meteen even een potje FIFA. Rustig, als je dat kan. Ik weet niet of je kijkt me aan van, ik kan dat niet. Ja, man. Nee, let's go. Hi. Hey, Dennis. Hij wil het doen. 3-1, je wordt gekant tot hier, hoor. Zeg dan iets. Hey, wat een leuk shit. Hier, je mag scoren, man. Ik ga het toch doen. Hey, je scoort toch niet. Je mag scoren, man. Net toen ik die ene maakte, wilde je bijna huilen, bro. Je wilde bijna huilen, je weet het. Mensen, let op. Ik ga hem kantelen, let op. Yo, man, zo kan we willen zijn, niks man, horen, broer. Pak het dan met die jantje. Bro, ik heb geen jantje, hè? Ik kan even niet meteen. We willen niks horen, bro. We willen niks horen, papa. Weet toch? Flexibel. Ik kwam door die kat, bro. Die kat op me afgeleid. Ja. Maar we zitten nu buiten, we staan voor je huis. We zitten voor je huis. Ja, man. Je woont gewoon in Amsterdam. Vloeken de risk. Is er in de loop van de tijd veel veranderd in jouw geloof? Of ben je meer bezig met je geloof geweest? Niet echt, man.
gewoon altijd wel een beetje hetzelfde, man. Ik weet gewoon waar ik in geloof. Ik weet gewoon voor wie ik het doe. En ik weet hoe ik het doe. En de rest is tussen mij en Allah. Dus ik hoef nu niet te vertellen. Maar, ja, gewoon. Wat ik nu. Iedereen doet zijn ding op zijn manier. De ene volgt de regeltjes perfect, de andere volgt de regeltjes niet echt perfect. Je weet toch? Ik denk dat ik bij het laatste hoor. Maar ja, dat er altijd nog tijd is voor verandering. Tenminste, je weet niet wanneer je doodgaat. Dus ik kan zomaar morgen dood zijn. Je weet toch? Maar je snapt wat ik bedoel, denk ik. Vind je het geloof ook moeilijk? Geloof moeilijk? Ja. Nee, man. Als ik nu zou zeggen dat ik 5 keer per dag moeilijk zou vinden, dat is gewoon bullshit. Want 5 keer per dag vraagt je maar 5 keer per dag van de hele dag, van 24 uur. Je weet toch? Dat is bullshit als je dat waarom zegt. Waarom denk je dat het dan niet doen? Wat zeg je? Waarom denk je dat de meeste mensen het dan niet doen? Moet ik je eerlijk zeggen waarom de meeste mensen het niet doen? Omdat ze niet kunnen bidden, broer. Dat is dat ding. Dus je kan het ook in andere taal doen. Je kan het Nederlands doen en zo. Je weet toch? Ik denk dat de meeste mensen het niet doen. Omdat ze niet hebben meegekregen wat je precies moet doen als je moet bidden. Wat moet je precies zeggen als je moet bidden. Ik weet het zelf nog niet eens helemaal. Snap je? Ik ben aan het leren. Goed aan het leren. Maar ja, het is gewoon... ja, ik denk dat het is. En ik denk dat ook... ik denk dat het ook komt door 2020. Er is te veel technologie, er is te veel dingen, er is te veel afleiding. Je weet toch? Dus ik denk dat het ook daarmee te maken heeft. En het is een samenloop van omstandigheden. En als mensen dan vragen van waarom ben je moslim of waarom geloof je? Wat zou je dan zeggen? Waarom ik moslim ben? Omdat de islam de mooiste geloof is. Ik heb een beetje verdiept ook gewoon in andere geloven. Je weet toch? Boeddhisme. Jehovah getuigen, al die dingen. En dan identificeer, hey, dat was een mooi woordje. Je weet toch? Ja, de identificeer ik mezelf. Ja, bro, is moeilijk, broer. Ik heb niks gegeten, ik heb geen water in mijn mond, als maar ik kan niet eens meer. Iftar. Ja, maar je snapt niet wat ik bedoel. Ik voel me het meest betrokken bij de islam, man. Ja, man. Maar dat komt ook omdat ik het beste ken, bro. Dat is denk ik ook wel het ding. Eerlijk, hè? Eerlijk, nu heb ik een vraag voor jou. Ik ga het even omdraaien, toch? Ik heb eentje wel gewoon... Van de boeddhisme is er één ding wel echt mooi. Zonder jokes. Je weet het. Stel je voor, ik was nu mijn vriendin en ik was ongelovig. Dan zou ik wel kiezen tussen de islam en tussen boeddhisme. Weet je waarom? Ik weet eigenlijk niet heel veel van boeddhisme. Maar, bro, dat je terug kan komen... Je weet toch die reïncarnering? Ik geloof er niet in. Maar het is wel mooi om daarin te geloven. Ook al weet je dat het niet zo is, broer. Het is hard, broer. Als je goed bent voor de mensen, dat je terugkomt als een gekke koning. Of als je slecht bent, dat je gewoon komt als een rat, broer. Ik heb daarover gedroomd, man, broer. Gewoon, daar wil ik een film over maken zelfs, man, broer. Dat vind ik, dat vind ik een leuke film om te maken, man. Maar dat je het ook echt ziet. Dan wil je dat mensen echt reïncarneren. Of hoe noem je dat? Zeg ik het goed? Reïncarneren en al die shit. Dat vind ik leuk, man. Dat is echt een film, man. Waar zie je jezelf op 5 jaar? Over 5 jaar heb ik al 2 albums gedropt. Allebei in de top 3. Van albums, gewoon in de top 100. Ik wil 1 nummer 1. Ik wil goede film. Ik wil dat mijn familie gezond is. Over 5 jaar. Ik wil dat ik nog gezond ben over 5 jaar. En ik wil dat goede vrienden heb over 5 jaar, man. Laten we naar boven gaan, man. Ja, man, het is kuru. Ja, man, ik heb honger, bro. Ja, man, let's go, man. Shish! Nou, mensen. Vandaag staat er heel wat op de menu. Bila, wat hebben we allemaal? We hebben vet eten, hè? We hebben veel, man. Hoe heet ze? Reds Kitchen, Amsterdam. Dom gaan ze, bro. Ik heb nog meer. Boris, kom met je keuken, kom met je bord dan. Kom, wat wil je? Wil je alles, man, bro. Ik wil alles. Snap je? Dat is wat alles dat wil ik zien. Alles een beetje, toch? Ja, man. Oké, kijk hier. Wow. Heerlijk. Heerlijk, hè? Nou, ziet er ook lekker uit. Thanks to Bilal. Hey Bilal, wakker vriend, we mogen eten. Hey, mijn bord is nog niet daar zo, bro. Oh, bismillah. Het smakelijk, broeder. Ja, ik wil het krijgen. Bedankt, hè. Reds Kitchen Amsterdam bedankt. Ja, man. Ja, man. Zeker. Dom. Moet ik zo gaan naar Reds Kitchen? Wij gaan eten. Hoe is de eerste hap dan? Ik zeg je eerlijk, het gaat te kwijt, man. Dat is een goeie, man. Denk dat je meegedaan, broeder. Love you. Dit jaar weer, ik waardeer het echt. Volgend jaar weer, broer, staat nu. Flexibel.
Flexibel, je weet het. Inshallah, man. Inshallah. En ik wil je nog veel succes wensen met alles. Love. Mensen, volg allemaal Bilal op Instagram. Zijn nieuwe muziek, alles. Je weet het. Er zit alles in de beschrijving. Heb je nog een boodschap? Ik heb nog een boodschap. Luister gewoon goed naar je moeder. En doe je ding, man. Flexibel. Dat is rustig.